6,6 miljoen stuks bouwde Renault van de Megane in de afgelopen 25 jaar. Dit is de nieuwe. En dan denk je, hé, alweer een nieuwe Renault. Hadden al de Espace, goed half jaar geleden, een paar maanden geleden de Talisman. En dan nu de nieuwe Megane. Nou, daar is een reden voor. Die drie auto's die gebruiken namelijk allemaal dezelfde bouwstenen. Het platform, de aandrijflijn, het is allemaal overeenkomstig. En vandaar dat dan dus ook kort achter elkaar gelanceerd moet worden. Omdat je natuurlijk met productielijnen zit die omgegooid moeten worden. En nou ben ik momenteel op Cabo da Roca. Dat is een mooi plekje in Portugal. Maar het waait hier echt knalhard. Dus we gaan rijden. Hij kan het wel, hè, die Van de Akker. Deze auto heeft hij getekend. Hij heeft elke Renault vanaf de Clio, inclusief de Clio dan dus, heeft hij getekend. Of is hij in ieder geval verantwoordelijk geweest voor het design. En nou zat ik gisteravond met hem aan tafel, post met hem gesproken. Hij is een hele sympathieke vent. En ik vroeg hem, hoe kan het dat elke auto waar jij verantwoordelijk voor bent, een design heeft wat, ja, zeg maar, bijna iedereen aantrekkelijk vindt. Hè? Gemiddeld genomen dan dus. En dan had hij een mooi antwoord op. Hij zegt, het begint allemaal met de proporties. Zorg dat die wielen op de juiste plekken staan. En toen gaf hij als voorbeeld, en dat vond ik wel dapper van hem, de huidige Renault Scenic. Die wordt binnenkort overigens vervangen. De huidige Scenic die heeft bijvoorbeeld de wielen te dicht bij elkaar staan. Die staan dan een beetje in de koets. Ja, en dan wordt het eigenlijk nooit wat, zegt hij. En zorg dan ook voor een schouderpartij. Dus dat zie je bij deze Megane goed. Aan de achterkant, hè, rondom die achterwielen, is die gespierd. Hè. Heeft hij een mooi, robuust postuur. En dan creëert dat automatisch een wulps, zo noemde hij dat, een wulps design. Nou, hij zegt dat allemaal heel mooi, maar het komt er wel op neer dat het een aantrekkelijke auto is. Van voren, van achteren, lichtsignatuur, oftewel koplampen en achterlichten die iets extra's bieden ten opzichte van andere koplampen. En dat zie je ook al wel bij BMW en bij Audi, maar dat zijn de premiums. Want dat is duur, hè? Dat soort lichtunits, en die moeten dus wel afgerekend worden door jullie, door de consument. Ik zei het al, technisch overeenkomstig met de Espace, met de Talisman. Dat betekent een platform, min of meer modulair, oftewel daar is wat een beetje mee te schuiven. Maar exact hetzelfde als van die andere drie auto's. En ik weet niet of jullie de video hebben gezien van de Talisman. Daar zat ik een beetje nukkig te doen over die vierwielbesturing. En die kun je ook krijgen op een Megane. Maar dan moet je dus gaan voor de 205 pk GT. Ik heb er even in gereden en op een of andere manier valt het op zijn plek in die auto. De bedoeling van vierwielbesturing is om een auto agiler te maken. Ja, wendbaarder dus, zeg maar. En dat heb je eigenlijk niet zo nodig in een Talisman. Dat is toch vooral voor een comfortabele middenklasse. En die sportieve 205 pk sterke Megane, daar klopt het bij. Als je dat ding instuurt, dan voelt het solide aan. Het doet geen dingen die hij niet moet doen. Maar goed, ik zit er nu niet in. De video gaat over de 130 pk diesel. Die heeft een conventioneel besturingssysteem. En dat was in het verleden lang niet altijd heel fijn. Hè? Zo'n Renault, het ging wel de bocht om, maar het voelde een beetje vies aan. Dit klopt weer gewoon. Het voelt stevig, het is redelijk licht. Maar ja, dat past ook wel, hè, bij een normale middenklasse. Maar je voelt tenminste wat je doet. Als je aan het stuur draait, dan voel je exact dat wat die auto gaat doen. En ja, dat is fijn, dat hoort. Zo moet het. En wat dan niet hoort, is een hele lange slag in het koppelingspedaal. Dus heel lang voordat de koppeling aangrijpt. En als hij aangrijpt, is dat vrij plotseling ook. En komt dan wel weer overeen met de versnellingsbak. Hele lange schakelwegen. Daarvan denk ik, ja, dat moet wat meer op elkaar ingespeeld zijn. Een kortere slag in de koppeling, kortere slag in de versnellingspook. Dat creëert dan net wat meer gevoel met die auto. Maar verder is de aandrijflijn goed. Dit is dan de 130 pk diesel. Dat is een prima dieselmotor. Er zijn veel meer soorten leverbaar. Ietsje minder sterk. Ietsje sterker kan ook. En wat dan wel interessant is, het gaat nog een poosje duren, maar in 2017 komt Renault met een hybrid assist. En dan moeten jullie weten, Renault heeft zich gestort op op de elektrische aandrijflijn. En ze hebben de hybride eigenlijk gewoon vergeten. Maar zien nu dat het toch wel een belangrijke aandrijflijn is inmiddels. En dus komen ze ermee. Het is eigenlijk een soort van mild systeem. En dat houdt dan dus in dat er een 48 volt accu'tje aan zit. Je kunt hem niet inpluggen. Je kunt hem dus niet apart opladen. Je kunt er dus ook niet volledig elektrisch mee rijden. Het is echt een assistent. Hij helpt eigenlijk de motor. En de motor in dit geval is een 110 pk diesel. En dat is eigenlijk ook een beetje gek. Want
degene die een hybride systeem hadden in combinatie met een dieselmotor, die gooien het nu overboord. Denk aan PSA. Iedereen is bezig met hybride systemen in combinatie met een benzinemotor. Maar goed, Renault komt ermee en dat is al goed. Moeten we alleen een poosje wachten. Net als dat we moeten wachten op de station car. De Estate duurt tot september volgend jaar. We moeten wachten op de RS. Reken op 2017. Nou, misschien nog een 3-dus? Nee, doet Renault ook niet meer. Ze hebben daar eens een poosje over nagedacht. En toen dachten ze, ja, een 3-dus bouwen en een 5-dus, dat is duur. En dus hebben we tegenwoordig alleen nog maar een 5-dus Clio. En hebben we alleen nog maar een 5-dus Renault Megane. En wat die Van der Akker ook zei, en dat is interessant vind ik, die C-segment auto's, de Focus, de Golf, de Megane, de compactere middenklasses, die worden telkens maar lager. En die worden lager om ruimte te bieden aan crossovers. En die crossovers, die zijn hartstikke populair, zeg maar de SUV-achtige, MPV-achtige auto's. Die zijn altijd wat hoger. Maar ja, als die wat hoger zijn, dan moeten de auto's waar ze van afgeleid zijn weer wat lager worden. En is deze Megane 2,5 centimeter naar beneden gegaan ten opzichte van zijn voorganger. En het heeft ook een ander gevolg. Doordat die auto lager is, vangt die minder wind. Beter voor de aerodynamica, beter voor het brandstofverbruik. Maar ja, proporties. Het gaat om de proporties weer, hè, zei hij. Die wielen die moeten op de goede plek staan. En dus heeft hij meer spoorbreedte. En het linker en het rechterwiel staat verder van elkaar af. Meer wielbasis en de wielen zijn groot. Tot 18 inch. Nou, en dan smoelt zo'n ding gewoon goed. Hij heeft natuurlijk ook een gevolg, hè? Die nieuwe maatvoering. De ruimte hier ging naar beneden. Ik heb er geen last van. Zit prima. En achterin, door meer wielbasis, heb je daar gewoon meer ruimte. Zonder overigens dat dit de nieuwe maatstaf is op dat gebied. Je ziet het vaker, hè, de laatste tijd, dat die basisprijzen van zo'n C-segment auto boven de 20.000 euro. Sommige zitten net eronder en sommige zitten er net boven. Deze Megane 20.300 of voor de diesel 24.000 euro. Of voor deze diesel, met wat meer uitrusting, nog ietsje meer. Prijzen zijn conform de rest. En dan is het een auto die weinig steken laat vallen. Ja, een paar dingetjes. Dat koppelingspedaal, dat voelt niet lekker aan. Hij heeft sensoren rondomheen, hè, van die parkeersensoren, maar ook aan de zijkant. Als je dan met fileverkeer dicht langs de vangrail rijdt, dan gaat die bijvoorbeeld ook af. En een ander dingetje, het noodstopsysteem zit erop, dat is goed, maar het remt niet tot nul. Er zijn auto's die dat wel doen. Het werkt tussen 30 en 140 km per uur. Ziet de auto dan onheil naderen, dan remt die af. Maar dus niet helemaal maximaal zo'n noodstop tot nul. En dit scherm, het is op zich wel mooi en de graphics zijn oké, maar die knopjes waarbij je niet voelt wat je doet, ik ben daar niet zo'n liefhebber van. Maar goed, het kan best zijn dat jullie wat minder gaan uitgeven aan je Renault Megane. Dan zit het grote scherm erin, dan is het scherm kleiner. Overall heeft Renault met dezelfde bouwstenen, dezelfde ingrediënten, een veel beter resultaat geboekt. Een overtuigende auto. Een overtuigende auto als het gaat om hoe die rijdt. Prijstechnisch, aandrijflijn is oké. Ja, en natuurlijk het design. Ja, Van der Akker dus, dat design heeft hij het gewoon weer geflikt. Weer een mooie auto gemaakt. Zijn eerste Renault product, de Clio, sinds 2012 op de markt, was geslaagd. Hij zegt zelf van ja, die auto, dat is zo'n belangrijke auto in mijn carrière geweest. Want werd hij niet geaccepteerd, dan had ik niet meer bij Renault gezeten. Hij zit er wel. Hij is nu als de succesvolle voetbaltrainer. Hè? Hij kan niet stuk. Alleen er komt natuurlijk wel een uitdaging aan. Want komend jaar komen er nog een paar auto's op de markt van zijn hand. Onder andere de Renault Scenic. En dan is het hele gamma van Renault getekend door Laurens van der Akker. En dan begint misschien wel het moeilijkste deel van zijn carrière. Dan moet hij al die auto's die door bijna iedereen als mooi worden beschouwd, dan moet hij al die auto's opnieuw gaan tekenen. En het is natuurlijk veel makkelijker om een gamma lelijke auto's te vervangen voor een stel mooie auto's, dan mooie auto's te vervangen door nog mooiere auto's.